Yo boys, toen jullie kijken naar deze nieuwe video, ik ben Floris en vandaag zitten we op Fortnite Battle Royale. Jongens, vandaag gaan we 3 potjes spelen. En deze 3 potjes gaan we gewoon lekker spelen. En trouwens, er is ook gewoon een nieuwe update. Dat is met deze gekke bal die jullie hier nou ergens in beeld zien. Dat is een bal soort dat ding ontploft en dan launch een enemy van een dak of van zijn base af, weet je wel. Dus het doet geen damage aan de enemy, behalve als de enemy keert op de grond komt. Door die bal, weet je wel, want die bal explodeert en dan vliegt die enemy weg. Want, ja, oké, jullie zien het wel, jullie gaan het gewoon wel zien in die video. Want, wat zien jullie nou? Want het potje komt er nu aan, dus ja, het eerste potje, laat zien jullie hoe die bal werkt. Hebben we ook gelijk uit de kist gekregen, dus ik zie jullie zo meteen in het eerste potje. En dan doen we nog een tweede en daarachter nog een derde. En dan zie ik jullie zo meteen in een potje. Dus jongens, tot zo. Holy Grail. Oké, hier is gewoon niemand. Hier is gewoon lekker niemand. Hier is gewoon niemand. Let's go, dames en heren. En hier is geen kist. Ja, dat. Als er niemand is hier, dan hoef je ook geen kist te zijn. Oké, heb ik weer zo'n kakhandgun. Daar heb ik niks mee. Ja, kakzooi. Waar heb ik nu uit? Ja! Lekker! We hebben deze gekke bungee. Lekker hoor. Oké, ja, mooi. Ja, die hebben we mooi. Ja, dat is lekker hoor. Een beetje jammer dat we geen gun hebben. Ja, we hebben. Oh, hoe slecht. Oké, nu ga ik ook gelijk. Waarom staat daar een koevoet bij? Ook gewoon totally random. Oké, nou, in ieder geval, we gaan lekker mensen dit ding gebruiken. Dat het gewoon lekker weggelaunched worden. Oh, daar heb ik echt zin in. Oké, dat wil ik echt gaan doen. Oké, let's go. We hebben dit ding. Oké, jongens, ons doel is bereikt voor deze video. Woehoe! Kak! Kijk hem dan! Hij is compleet gelanceerd! Dit is precies wat ik wou. Dit is precies wat ik nodig had. Hij heeft falling damage gekregen. Ah, jij doet me geen damage. Lekker hoor! Lekker hoor! Oké, wacht. Ik pak even deze op. Zo. Opa, nee. Deze AR. Let's go. Lekker hoor! Oké, dit ding was gewoon perfect. Je zag hem gewoon mooi vliegen. Oké, hier hou ik wel van. Oké, let's go. Er is hier nog iemand. Hoppa, en jou heb ik ook. Woehoe! Hoppa, hebben we een scar. Ik dacht dat hier een scar lag. Oké. Laat maar, leg het er toch wel. deze gaan we even in huilen voor zo'n medkit. Komt er nog iemand aan? Komt er nog zo'n anchovis aan? Die denkt zo van, nou hallo, ik wil ook even meedoen in deze fight. Hallo, u bent mij vergeten. Oh, ik had deze boogiebom. Of deze boogiebom. Het is geen. Fuck. Het is geen. Ja, jongens, ik ben even aan het twijfelen wat ik mee zou nemen. Kijk, we hebben deze minigun, maar ja, nee. We hebben deze. Ja, kijk, als we nou. Ja, oké. Jongens, we hebben gezien wat deze granaat deed. Dus, ik ga gewoon voor mezelf gebruiken. Wee! Oh, vind ik heel mooi. Oké, wacht. Wat gaan we meenemen? Deze. Oké, let's go. Als ik nu dood ga omdat ik geen tactical heb, dan voel ik me zo noe. Wat is dit nou weer van onzin? Ja, ik heb hem gedaan. Oh, kak. Ja, dit. Oh, kak. Van welke kant? Was van deze kant. Oh ja, daar zie je hem staan. Yo, hi, hou je. Ik kom je opzoeken, G. Ik dacht even dat hier eventjes hier ook werd gebouwd, maar dat is gewoon wat erin moet laden. Hier staat serieus iemand, hè, hier achter deze berg. Daar kan ik echt niet tegen, nou. Die kerel zit me aankomen, ja. Hij loopt onder mij.
Wat een sniper. Die kerel. Oké, lekker bezig. Oké, die schootjes waren voor mij een beetje scheef, maar maakt niet uit. Ik zit trouwens niet te framen, helemaal kak. Ja, nu wel. Ja, maar ik zit zo niet zo lekker, weet je wel. Dus sorry dat ik dan even niet met mijn haartjes in frame zit, maar... Ja. Oké. Ik hoor hier zo net ook schoten. Ik zweer het je, letterlijk. Maar dat doen we niks aan, denk ik. Ja. Nou, let's go. In ieder geval die boogiebom of die bom wat het ook was. Was legit lekker hoor. Je zag hem echt zo vliegen van... Boep. Lekker. Dan, ik schiet ook weer als een dikke blinde. Je kijkt dan ook... Hallo? View distance. Gaat het goed? Dacht je... Ik hoor van mij allemaal gekke dingen wat ik allemaal niet hoor te horen volgens mij hier. Ik denk dat dat een... Oké. Nou, laat me zitten. We hebben in ieder geval 4 kills in de pocket. En die gasten hebben me alle 4 niet gedamaged. Want ze waren alle 4 bezig. Ja, alleen die andere die had een sniper. Die had me kunnen no-scopen, maar daar had ik ook geen zin in. Maar, ja, die andere had ik... Die waren in een fight. Dus die had ik... Wat had ik ze nou alle 2 dan? Omdat ik die ene neerschroef... Ja, het zal wel. Het maakt me ook niet zoet als ik maar een beetje ver kom, weet je wel. Oh, daar zit iemand op de dak, zie je dat? Ah, kak. Als we deze gewoon raken zelfs, jongen, dan... Oh. Gewoon 50 cent hier, oh. Nee, grappig. Ik weet niet waarom 50 cent, maar... Zo. Ik had echt gehoopt dat hij aan deze kant ging staan, want we wisten niet van welke kant die sniperkogel kwam. Maar dat doen we lekker niet aan, hè. Game, dankjewel. Of enemy, dankjewel, hè, dat je dat niet weet. Fijn. Heel fijn. En we zijn na stilte trouwens. Daar ben ik ook niet zo'n heel grote fan van, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, maakt niet uit. Hè? We komen er langs. Oh ja. Het is echt eenmaal één gekke... Hallo, bro. You like some play with me? I don't like it. Ja, ik kak zo, jongens. Oké, wacht even. Oh mijn god, waar gaat dat ding naartoe? Wacht. Kerel daar bij die boom. Ik zie hem snipen, ik zie hem staan. Ik zag hem, jongens. Is er nog een keer piek? Ja! Wat niet er? Net niet. Nee. Ik probeer te quickscope, maar dat gaat hem niet worden. Ja, ik heb hem gehit. Er moet een cirkel in. Nee, kak. Ik heb hem, lekker. Lekker. En die kerel in loot leek, wat is die kerel dan aan het doen? Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ah, hij loopt die trap af daar. Ja. Red ik niet. Oké, kak. Zo, misschien was hij degene die ik hoorde. Zo net. Oh, ik dacht als hij raak was, jongens. Ho. Halleluja. Oh, die was heel ver daarvoor, jongens. Die was heel ver daarvoor. Oké, let's go. Oh, net achter. Wat is je nou? Zat achter die boom volgens mij daar, hè? Daar zie je hem staan. Ja. Dus ik schiet zo scheef als een dikke arie op een dikke komkommer. Oké, zo meteen wordt dit een shotgun fight. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, wist je dat? Ik hoorde nog een shot heel lang. Ja, kijk, dat bedoel ik al. Ja, bouw dan met dat kakding.
Ja, dat bedoel ik. En gesloten weer. Fijn. Ja, dat bedoel ik. Dit vind ik helemaal niks. Ja, dit vind ik helemaal niet leuk, dit. Ja, schiet alsjeblieft op die kerel daar. Ik ben nou zo serieus zo pussy. Mijn crosshair is weg. Wat is dit nou weer voor een gezeik? Ja, nee, ja, ik ga lekker schieten zo. Ik ga zo... Ja, crosshair is weg, jongen. Oh, net geen headshot, net geen headshot. Komt de kerel aan. Net niet, bro, net niet. Oh, hier. Zo. Doei, doei. Zeg maar bye bye. En ik moet ook gaan zo bye bye zeggen. Want ik word zo meteen dood door die cirkel. Kak. Ja, ik moet die loot laten liggen, denk ik. Ja, ik moet die loot laten liggen. Maar maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. We hebben genoeg ammo om eens kieken, jongens. Oh, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit voor een gezeik hier? Oh, alle bananen. Oh, waarom gaan er nou niet zoveel mensen dood, alsjeblieft? Ja, ja, ja. Oké, wat is dit nou weer voor een random hutje daar? Oh, oké, super gay. Zat er nou iemand? Nee, dat is een bosje. Oké, let's go. Wat is dit nou weer voor een kekkerbeest? Ja, die toren ziet mij sowieso. Mag niet. Oké, dus. Wist je dat ik dit eigenlijk helemaal best vind? Dan kan ik gewoon lekker doorlopen, hè? Hoeveel mensen hoor ik dat? Nou, ik zit in ieder geval in een cirkel, daar gaat het mij om. Ik heb echt zo'n gevoel om zelf... Ik zit echt helemaal zelf zo of zo. Ik ga helemaal in deze game op of zo. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar... Het is gewoon... Oké, dat was zijn trap. En hij zit niet... En hij zit natuurlijk... Hij zit niet in de cirkel. Want ik ben... Oh mijn god, hij jumpte net echt overheen gewoon. Hey, mijn crosshair is terug, boys. Mijn crosshair is terug. Ja. Ik sta bij Dusty Depot, hè, bro. Ik weet niet of hij het weet, maar... Oh. Kunnen we eens een kijk-snipers-schootje maken? Meteen achter ons, hè? Dat is ook weer één dikke banaan. Die is één schot raak. Oké, jongens, we gaan even iets... Oh. Nou, maar ik kan bouwen. Ja, ik weet niet hoe die me daar zo hard gehit, hoor. Maar zo hard hitten, dat het is bijna, dat vind ik bijna hacken gewoon. Maar oké, okay, let's go. Laten we maar opgaan naar het tweede potje en kijken of we daar ver kunnen komen, want... Dit vond ik wel heel triest, dit. Ik vond het gewoon een beetje heel triest. Jij, hoe had... Nou, dat was gewoon één gekke headshot of zo. Ik raak niks en hij raakt alles. Vind ik ook knap. Nou, in ieder geval, we hadden in ieder geval een paar mooie kills. Dus één gekke mooie sniper kill hadden we in ieder geval sowieso. Dus ik zie je zo meteen het tweede potje en dan kijken of dat weer zo goed gaat. Dus tot zo, boys. We gaan in het tweede potje. Nee, jongens, we zijn in het tweede potje. Let's go. We vliegen weer naar onze mooie Pleasant Park. Onze mooie stad. En ja, ik heb hem even op auto vliegen staan. Want dat kan namelijk met toetsenbord. Ik weet niet hoe dat met controle moet. Maar dan moeten jullie even kijken op controle, jongens. Maar We zijn weer gewoon lekker in het tweede potje. Let's go. En we hebben een bursty. We hebben een mooie bandages. We hebben nog niks anders. We hebben misschien al zo meteen een pump of zo, weet je wel. En ik hoor een minigun. En we hebben een minigun. Shotgun. Minigun zeg ik. Ja, er staat een minigun te sprayen daarachter. Hoppa. Nou. Hey, let's go. Hoppa.
Die even pakken. Hoppa, die eventjes. Lekker hoor. Lekker door. En dan nog een mooie AR erbij. Kijk. Nou, we hoeven alleen nog maar mini shields te hebben. En dan is onze class eigenlijk compleet. En dan kunnen we, als we straks een sniper hebben. Kak. Die schoot ik even heel erg scheef. Hier, yeah, mini shields. Kijk, precies wat ik zei. Daar kunnen we zo meteen de mini shields in doen. En wat krijgen we? Mini shields. En wij krijgen geen shotgun ammo, want daar zijn we namelijk weer. Dat is een beetje jammer. Geen shotgun ammo. Kak. Komen er nog meer mensen? Ja, er zitten nog meer mensen daar. En wist je dat ik er eigenlijk... Dat is een minigun guy. Dat is een minigun guy. Hoor dit? Nee, kijk. Fuck! Fuck! Oh! Dit vind ik niet leuk. Dit vind ik echt niet leuk. Nu zitten we weer hier. Maar dan echt met de healer supplies. Healer supplies. Hier, hier. Ha, ha. Hou je bek dicht, hou je bek dicht, man. Ja, jongens, ik vind het wel, ik vind het mooi geweest, hoor. Moet je kijken dan hoeveel mensen hier naar mij komen. Ik... Nog één shot gekomen en ik raak hem gewoon niet. En het is ook gewoon alleen maar deze mensen. Oh mijn god. Het houdt ook gewoon niet op. Oh. Jongens, we doen nog één potje. Ik zweer het je, we doen nog één potje. En dan is het laatste potje van de dag, want... Nu... Kijk dan, we hebben 3 mensen gekilled, oké? Je zag het, 3 mensen. En dan komen er, blijven er maar steeds meer mensen komen. En dan, ja, dan moet je even healen, ja. En dan schiet je automatisch een keertje mis. En dan is die misschieter heel belangrijk dat je die niet, eigenlijk niet misschiet. Maar ja, we gaan dan het tweede, derde potje in. En hopen, ja, dat we niet worden genaaid. Want dit is toch wel zwaar genaaid, gewoon dit. Op zo'n derde potje, want dit is helemaal kak. Tot zo, boys. We zijn in het derde potje aangekomen van vandaag. En zoals je kunt zien, we vliegen naar Rito Road toe. En we gaan eens even kijken of dat dit een mooi potje kan worden. Misschien niet, misschien wel. Ik weet het niet. Met onze mooie glider die je in de PlayStation Store kan kopen, gaan wij dit gewoon doen. Dan gaan wij dit gewoon doen. Ik vind het altijd fascinerend waar hij altijd zijn glider vandaan tovert, weet je wel. Er wordt eerst zo'n rondje en daarna klapt hij zijn ding uit. Ja, ik vind het altijd... Helemaal grappig hoe hij, ja, hoe hij een glider eigenlijk opent. Maar oké. Okay. Lekker boeiend weer, Floris. En we hebben geen ene man. We hebben geen ene man. De laatste tijd heb ik ook wel verschrikkelijk bij kakloot, hè. Ja, die moet ik juist niet op de grond pompen. Ik ben meer een deel in mijn inventory bezig dan dat ik nou aan het looten ben, man. In dit hele huis, hè. In dit hele huis ligt alleen maar dit wapen. Ja, het is even dat je het weet. Nou, alsjeblieft. Oh ja, zometeen als ik hier mensen allemaal ga killen, weet je wel, dan ga ik even hierin zitten, weet je wel. Dan komt iedereen toch naar dit huis binnen, weet je wel. Dus kan iedereen maar mooi lekker doodgaan door deze trap, hè. Ja, en dan vind ik het helemaal prima. Oh, ik haat dit zo, hè. Ik zweer het je. Als ik één iemand kill, dan komt nog gelijk de tweede aan. En als ik 2 mensen kill, komt gelijk nog de derde eraan, weet je wel. En zo door. Dus ja, dat is wel helemaal kak. In ieder geval, hier hebben we een mooi kins die hier ligt. En kijken of we een sniper uit krijgen. Dat niet. Ja.
Ik wist het! Ik wist het! Kijk dan, dankjewel voor je loot, bro. Ik hoef namelijk nou niks meer te looten van jou. Dankjewel. Dankjewel. Ha! En dat bedoel ik maar. Die trap is zo handig, want iedereen wil altijd naar mij toe komen. En nu kan ik eindelijk, nu komen de mensen naar mij en ze gaan zelf gewoon... Ze lopen gewoon zelf in die trap. Jullie zagen dat ook, hè? Dat ging wat kapot. Jullie zien dat? We zijn weer omsingeld, hè? We zijn weer... Wacht. Ik hoop zo erg dat ze hier naar binnen gaan. Ik hoop zo echt dat ze hier naar binnen gaan. Ja, ja, ja. Nee! Nee! Ik was zo hard dood als die trap het niet had gesaved. Oh mijn god. Ik pomp mijn banden op. Waar is dat bosje dan? Jullie zagen dat, hè? Dat bosje. Die kerel. Je zag dat ik op dat bosje schoot en het was gewoon niet raar wat ik schoot. En daar liggen... Ik hoop dat daar een rocket pad ligt, want het is allemaal zo onduidelijk geworden deze game. Ja, rocket pad. Oh mijn god. Ik zie vertellen als ik een enemy flink wat damage heb gedaan, of gewoon wat damage, weet je wel. Loop ik hier gelijk in met iedereen die denkt zo van, oh leuk. Deze trap is zo geweldig, hè? Ik zweer het je. We zitten ook nog eens in de cirkel. Ik vind dit zo'n mooie tactiek. Ik dacht even dat ik nog iemand hoorde. Hallo? Anybody here? Ja, ik. Ik pleur gewoon naar beneden. Ah, ja, precies. Ik hoor het. Nee, hou je werk, hou je werk. Ah! Wat? Oh my god, floors. Je ziet het. Ik wil zeggen... Wacht even. Ik wou neem ik nou twee ER's mee. Nee, maar je ziet dit hoe scheef ik ben. Dat is mooi. Dit was zo oké wat hier gebeurt. Ik hoorde dus wel iemand. Ik dacht dat ik alleen al was. Maar ik was van plan om dat huis te looten. Dus ik loop wel weer leuk van het huis weg. Maar ik wil eigenlijk dit huis looten. It's amazing hoe ik hier mensen kill. Echt waar. Ik verbaas me er zelf ook nog eens mee. Dan ga ik echt nog als ik nu zelf door een eigen trap, weet je wel. Ja, hoppa. Nou jongens, vang deze maar eens eventjes. Nou, die hoeven jullie niet te vangen voor mij, maar... Die mogen jullie wel lekker in gaan lopen. Zo, hoppa. Eventjes wat dingetjes weghakken. Hier ligt nog een ammo boxie. Toch niet. Hoor ik nou voor de zoveelste keer mee? Nee, dit hoorde ik zo net ook. En toen was hier toch een enemy. Als ik zo nou word beschoten, dan heb ik hem weer gelijk. Hè, dat hier een enemy zit. Want ik hoor allemaal gekke dingen, weet je wel. Ik heb in ieder geval een shonty, dus ik kan ze pompen. Maar hè, jullie weten hoe dat gaat met mij. Ik schiet niet raar. En ik weet niet wat het is. Soms ben ik even... Soms kan ik lekker aimen, weet je wel. Soms zit ik er echt lekker in. Maar aan de andere dag... Nou, laat ik nog eens even niet gaan schieten. Daar kan even achter me komen. Ik heb zo'n raar gevoel dat hij mij zo meteen ook nog gaat rekken ook. Dat hij een pump heeft en dan schiet hij mij one shot kill dood. Oh, verkeerde kant. Is me ook nog bijna raak. Oh, ik zweer het je.
En dat is een sniper shot van heel ver weg. Die komt vanaf daar. Wacht, ik ga ook maar even omlopen, weet je wel. Ja. Nee, hou je back tegen. Hou je in! Tommy! Jullie zagen het, ik zat vast met dit launchpad. Hè? Hij had dat launchpad nog vast, dus ik helemaal stressen. Bro, als ik daar was gebleven, was hij dood. En dan komt de kerel zo meteen ook aan met zo'n launchpad en die denkt dus van, haha. Nou, dat denk ik niet. Ik denk meer zo van, ah. Snap je hem? Ja? Oké, top. Oké, die heb ik zo nice gefixt, hè. Ja, oh ja, als je daarin zit, jongen. Nee, kijk. Weet je wel, zo'n geluid maakt dat ding, weet je wel. Oh, fantastisch. Ja, geweldig. Het is echt geweldig dat ik iemand heb die achter me zit. Die me probeert die te killen. Ja, geweldig net. Hallo? Ja, ik ga... Wat lag daar? Lag gewoon helemaal... Ik weer denken dat er iets ligt, weet je wel. Er ligt gewoon helemaal niks. Nou, geweldig. Nog 22 mensen. Ik heb 4 kills. Redelijk, dat doen we lekker. Of ja, redelijk lekker wat kills, weet je wel. Ik heb echt de hele tijd gewoon zo'n gevoel dat er in één keer één zo'n dikke Pipo de clown... Die gewoon van rechts of links komt, weet je wel. En dan kan ik net niet bouwen. Zo net, echt waar. Ik zat te kloten met dat ding, jongen. Oh. Met dat launchpad. Ik zat de hele tijd zo van, nee. Ik moet dat plaatsen, weet je wel. Maar dat plaatsen ging niet goed. Waarom loop ik nou de cirkel niet in? Ik dacht dat ik bij de cirkel was. Dan leek even op iemand. Van de trapleuning, maar oké. Oké. Nou, beter kunnen gewoon de mensen die we tegenkomen. Die boom glitcht hem ook in. Ah! Aha! Nou, ik schreeuwde niet zo van ah, weet je wel, maar wel van aha. Ik had nou eens even. Aha! Oh, wat slecht. Nou, dankjewel voor het hout. Nee, hou je weg. Oh, je hebt kogels te veel. Je hebt echt veel te veel kogels. Alsjeblieft niet nog meer mensen. Ik durf van even nu niet te lopen, wist je dat? Zie dat? Ik had één iemand gekild en er komt gelijk de volgende aan. Jullie zagen dat, hè? Jullie zagen dat bosje en ik dacht ook dat was niet te vertrouwen. Ja, ik heb echt geen idee wat ik nu allemaal moet doen. Ja, en die kakcirkel die komt er ook weer aan. Oh. Ik hoop echt dat dat die kerel was die met mijn shot, die met shotgun. Nou, alsjeblieft, geef me geen damage. Oh, scheid bananen. Oh, ik heb 6 kills, holy shit. Maar dat bosje, jongens, dat zag ik ook. Dat was niet te vertrouwen. En kijk, we hebben ook zelf, ja, ik deed weet je wel, van dat ding, weet je wel, dat geluid. Ja, ik probeer dat geluid na te doen. Heel cringy is dat. Kijk dan. Ja, hoppa.
Wat is dat kakding nou? Jongens, valt mijn webcam nou serieus uit? Jongens, voor mij is mijn webcam uitgevallen. Sorry daarvoor. In één keer... Wacht. Boys, mijn webcam is uitgevallen. Jullie horen dat piep, piep, piep. Jammer dat nou mijn webcam weg is. Sorry. Het spijt me. Ik hoop dat hij al mijn... Ik hoop dat het wat hij heeft gefilmd opgeslagen heeft. Want anders... dat vind ik een beetje jammer als dat nou niet zo het geval is. Dus jongens, sorry. Dat mijn webcam is uitgevallen. Maar ik ga nog steeds mijn best proberen te doen. Ondanks dat dit ook is gebeurd. Oh. Gerda. De kakzooi. Nou, nog 11 mensen. Let's go. We hebben 7 mensen. Holy shit. En we hebben een soort van sniper. Al die gekke gebouwtjes hier, weet je wel. Dan denk je echt zo van, maar ja, maar hoe dan? Oké, okay, zometeen kunnen we gelijk in één keer gaan bouwen. Als we weer zo'n enemy tegenkomen. Echt, ik vind het zo jammer dat mijn webcam nou is uitgevallen. Oh mijn god. Leek ook heel even op dat iemand was. Nou, oké, nog 9 mensen. Let's go. Ja, met dit ding kan je gewoon overal op schieten, weet je wel. Want niemand hoort dit bijna. Ja, behalve als je bij diegene in de buurt schiet, dan hoort hij hem wel. Wat hoort hij? Of zoiets. Dan weet hij dat hij daarin ligt. En wat is hier gebeurd, dames en heren? Een shield. Een shield is wel lekker hoor. Nou, die shield is wel lekker. Die kunnen we nou ook wel lekker gebruiken. What the fuck? Hier zit iemand in, maar ik heb geen idee wat ik hiermee moet. Skip. Ja, tuurlijk, schiet me maar weer af. Hè. Oh, ze hebben niet... Ja, maar al mijn shield is weg. Dit is kak, jongens. Ja, ik weet dat ik moet praten, maar ik ben geconcentreerd. Dus dat kun je ook niet aan mijn hoofd zien of zo. Dat ik nou geconcentreerd ben. Hé, maar die pussy, hè, die in dat huis zit daar, hè. Die weet zo van, nou, die zijn lekker nu aan het schieten hier, dus daar ga ik ook lekker mee bemoeien. Dat vind ik niet zo prettig. En ik werd gesniped ook nog eens. Zo word je ook al helemaal gek van. Nou, de 4 guys. Hier is die keer omhoog gegaan. Kak.
Natuurlijk, daar zijn de laatste drie, twee. Ja, en ik zit hier heel chill. Nou, ik ga hier ook van een beest bouwen. Natuurlijk zijn deze bomen voor. You're right, sure. Is die kerel er nou uitgekleurd? Ja. Oh, die kerel. Als die kerel daarmee gaat vechten. Oké, dat vind ik heel leuk. Als die gasten daarmee gaan vechten, jongens. Wat is je nou? Nee. Vijf, vier, drie, kak. Dankjewel. Met een sniper battle kan ik dit nog redelijk winnen. Als jullie zien mij uit. Oh. Oh mijn god, dat is heel veel damage in één. Kutcirkel, die kutcirkel. Hij heeft heel veel shield af, hè? Ik weet het nog te verklooien. Ik weet het ook gewoon nog te verklooien. 10 HP en ik schoot niet raak. Oh, maar we zijn tweede geworden. Let's go, Floris. Lekker bezig. Ik ben ook zo noob, hè. Ik zweer het. Ik ben zo dicht bij mijn solo win. Mijn eerste solo win op PS4, jongens. En ja, maar sorry, mijn webcam is nog steeds niet aan. Maar ik kan er niks van. Maar ja, kijk. Hartstikke gaaf. Wat hebben we nou? Oh, we hebben deze. Nou, geweldig. Kijk, 0 solo wins. Ik dacht, kijk, dit zijn ook de enige wins die ik heb, hè, om PC. Voor de rest speel ik altijd eigenlijk op PC. Maar kijk, heel veel squad, ja, 7 squad wins en duo wins. Dit kon mijn eerste win worden. Maar nee, wat doen wij? Wij gaan het gewoon verklooien op het laatste moment. Ik wist nog wel, als ik deze misschiet, dan ben ik de lul. En wat deed ik? Misschiet. En had nog maar 10 AP. Dus ik vind het jammer. Maar ik ga als laatste nog even voor jullie dansen. Ik wil nog even dansen. Dus, nou, niet die, we doen, ja, deze vind ik ook wel leuk. Maar we gaan lekker dit doen. Nou, in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Hoe gay is dit? En mijn webcam is uitgevallen. Plus, dat we nog eens even de tweede plek hebben behaald. Maar in ieder geval, thanks for watching deze video. En tot de volgende keer, jongens. Kakzooi! Later! We'll be right back.